mensen, leuk dat jullie kijken naar de 7e Taiwan vlog. Wij zijn in Yilan in een Airbnb. Ik zal jullie even snel de kamer laten zien. Maar we gaan zo weg met onze buurman, die geen Mandarijn spreekt. Die gaat ons brengen naar de haven. En dan gaan we op de boot en dan gaan we dolfijnen kijken. En hopelijk ook wel vissen. En daar heb ik echt super veel zin in. Yeah. Nou, hier hebben we vannacht geslapen. Het is heel simpel. Hier is een bureautje. En hier is de deur. En hier is Joren. En nou, dit was onze kamer. Oké, nu ga ik snel tanden poetsen en dan gaan we met de boot. Nou, het was heel gezellig in de auto. Joren en ik zaten met z'n tweeën op één stoel. Want er was zeg maar, het is zo'n wagentje met een voorplek waar je kan zitten. En achter is gewoon zo'n laadruimte. Ze zaten gezellig op één stoel. En we zijn nu ruim op tijd in de haven. Dus alles is goed gekomen. Het is lekker weer. Eigenlijk is het gewoon te warm. Maar goed. Ik heb heel veel aan zodat ik beschermd ben tegen de zon en niet weer verbrand. Ha? Huh? Helikopter. Oh ja. En dan gaan we zo naar ons wandelingetje. Lekker op een boot chillen. Daar heb ik zin in. Dat is de Turtle Island, daar gaan we zeg maar omheen. Dat is het doel van vandaag. Je kan erop op, maar daar hadden we geen tijd voor en geld voor. En als we erachter zijn, dan gaan we echt zoeken naar de dolfijnen en de walvissen. Maar die Aziatische dolfijnen die zijn verlegen ofzo. Dat is echt heel jammer. We hebben tot nu toe helemaal niks gezien behalve heel veel wilde zee. Eén misselijk jongetje. Dus mijn vriendin moet een beetje op te geven. Maar wie weet. Maar uiteindelijk wel dolfijnen te zien. Ik weet niet of ik die goed op beeld heb gekregen, maar ik heb in ieder geval mijn best gedaan. Maar ik moet zeggen, als ik nog nooit eerder dolfijnen in het echt had gezien, had ik het geweldig gevonden, want dan had je ze nu wel gezien. Maar mijn vorige twee dolfijnen, walvissen, kijk, tripje, heb ik er zoveel dolfijnen gezien, dat dit een beetje was van, oh, er zijn er een stukje verderop, zijn er twee. Oké. Dus wat dat betreft was ik niet echt waard. En wat ook nog eens was, de zee was gewoon heel wild. En toen was Joren ziek geworden. Kots, jongens. Nou, viel op zich wel mee. Het was maar één minuutje, toen was het klaar. Maar het was maar op zich maar één minuutje, was het klaar. En vanaf toen was het niet meer zo heel leuk, want Joren was heel misselijk. En ik was heel erg bang om over te geven. Ik was helemaal niet misselijk, maar ik denk dat ja, als Joren moet, dan zal ik ook wel moeten. En ik had het als puur tussen mijn oren, maar ik was zo bang om over te geven dat ik dacht, oh ja, zie je, ik word misselijk. Terwijl ik helemaal niet misselijk was. Dus toen heb ik liedjes in mijn hoofd gezongen. Demi Lovato, Kelly Clarkson, Mika, Taylor Swift hebben me er doorheen geholpen. Dus uiteindelijk kwamen we levend aan. Maar we hebben wel nu geld uitgegeven aan iets wat eigenlijk uiteindelijk niet zo leuk was. In het begin was het wel leuk. Maar dus, als je snel last hebt van zeeziekte of al is het maar een heel klein beetje en je hebt al vaker dolfijnen gezien, doe het niet op Taiwan. Doe het in Italië, want daar zie je waarschijnlijk ook nog eens een walvis en die hebben we nu weer niet gezien. Dus we zitten nu in de trein naar onze volgende slaapplek en ik ben wel toe aan even weer rustig ergens aankomen. En we gaan naar een bed and breakfast. Dat was wel leuk. Daar heb ik zin in. We zijn intussen. Oh, maar.
zijn intussen al een tijdje in onze nieuwe slaapplek. We hadden een tweepersoonskamer gereserveerd, maar we hebben een vierpersoonskamer. En er kunnen dus ook mensen bijgezet worden. Maar voor nu is het niet opgemaakt of zo. Dus we gaan ervan uit dat er vanavond in ieder geval niemand komt. Tenzij er nog spontaan iemand komt. Maar we hebben toen hier gaan meteen even gedoucht. En even een beetje uitgerust. Joran heeft ook geslapen. En nu heb ik honger. En nu gaan we dus naar buiten om te eten. Maar er is een of ander oogstfeest hier in de stad, toch? Ja. Dus het is gewoon een soort van feest en er is eten. Was het een soort van nieuwe jaar van de Aboriginal mensen hier? Ja, het is het grootste feest onder de Aboriginal dingen. Dus we gaan keihard feesten. Nee, maar ik hoop dat er allemaal lekker eten is. En onze kamer heeft 1 tweepersoonsbed en 2 eenpersoonsbedden en een kastje. Als in meer een tafeltje eigenlijk. Verder helemaal niks. Maar Joran is weer half naakt, dus ik ga het niet filmen. Maar ja, het is niet veel soeps, maar meer heb ik ook niet nodig. En het is wel leuk. Ik ben altijd half naakt, hè? Ja, dat zei ik gisteren ook. Ik kan nooit een timelapse doen als we hier in de kamer zijn, want je trekt wel wat alles meteen uit. Ja, maar het is echt warm. Goed, we gaan lekker eten zoeken, lekker feesten. Oeh, we zijn lekker onderweg naar buiten, wat heel fijn is, want ik voel me echt een beetje zwak en een beetje gek. En het bewijs van dat ik me gewoon echt niet zo goed voel van die hele bootrit, dat ik nog steeds een beetje van slag ben, is dat ze net naar mijn telefoonnummer vroegen. En ik wist het niet en ik heb nog nooit mijn eigen telefoonnummer niet geweten. Dat is ook super makkelijk. Ik wist het gewoon niet meer. Ze hebben even van Joran opgeschreven. Ja. Dus misschien had ik me beter gevoeld als ik wel had overgegeven aan de boot. Ja, lekker gegeten. Het was zeg maar eigenlijk gewoon een soort nasi met ei. De mijne dan. Dat was echt heel lekker. Ik was echt helemaal gelukkig. En toen gingen we een sapje halen. Sapjes zijn echt de boom hier. Toen namen we een, wat iets nieuws. We hadden ananas, limoen, appel. We hebben ananas appel een keer gehad. En ananas limoen / citroen. Dat is elke keer een beetje anders. Maar dat was heel lekker. Sapjes zijn echt de shizzle. En toen gingen we een beetje lopen. Maar het regende, daarom heb ik buiten eigenlijk niks gefilmd. Maar toen gingen we terug hier naartoe. En toen hebben we hier uitgerust en een beetje gezeten. En ik heb weer een kaartje om foto's en filmpjes op de computer gezet. En nu is het 10 uur zelfs. En ik zei tegen Joran, als je nog iets wil kijken, moeten we het nu gaan doen. En toen zei hij, maar ik heb honger. Dus nu gaan we weer naar buiten om eten voor Joran te zoeken. Gewoon iets lekkers. Kunnen we naar de 7-Eleven gaan? Misschien ook wel wat goed. Daar heb ik op zich ook wel zin in, hoor. Regent het? Yay! Nou, dit is waar we zitten. We zitten eigenlijk net buiten het centrum, hè? Kijk maar hoe weinig neon hier is, jongens. Aan het gebrek aan neon kun je zien dat we echt in de middle of nowhere zitten eigenlijk. Nou, niet vergeleken met gisteren. Ja, maar wel vergeleken met al het vorige. Het is het einde van vandaag. Morgen gaan we iets doen waar ik heel erg naar uitkijk. Ik moet zeggen dat tot nu toe dingen waar ik heel erg naar uitkijk tegen zijn gevallen. Dus ik hoop dat morgen niet tegenvalt. We gaan het merken. Het is weer een nieuwe dag en we zijn lekker even met de trein gegaan en we gaan straks, over 5 minuten komt de bus, gaan we naar de Taroko Kloof en daar is het super mooi. En we hebben fietsen gehuurd en die gaan we mee in de bus en dan gaan we helemaal naar het hoogste puntje, toch? Zodat we naar beneden hoeven te fietsen en niet omhoog hoeven te fietsen. Ah. En ik heb er heel veel zin in. We hebben hele hippe fietsen en we moeten een helm op, dus dat is ook leuk. We hebben net bijna een uur in de bus gezeten en nu zijn we op het hoogste puntje dat je kan komen met de auto. Of is dat niet waar? Kun je nog hoger? Nee. En hier zijn ook allemaal winkels, een 7-Eleven en zo. Dat je denkt, maar yo. En we gaan straks fietsen. Maar ik zag net mijn allereerste wilde aap. Maar ik was wel te laat voor een foto of een filmpje. Was ook eigenlijk iets te ver weg. Maar ik heb er nu wel één gezien en misschien zie ik er nog wel één. En dan kan ik er wel een foto of filmpje maken.
Maar dat was wel heel cool. Dit, lieve mensen, is Jorans lievelingseten op Taran. En de reden waarom hij hier zou willen wonen. Maar het is niet de beste. Het is niet de beste. Nee, dat verschilt heel erg per plek waar je het eet. Dit filmpje is ook meteen voor de familie van Joran. Die zullen schrikken van hoe snel Joran hier eet. Dit is toch alsof iemand een pistool tegen zijn hoofd houdt. Echt hoor. Eet nu. Anders schiet ik al je kinderen neer. Daar gaan we. Wij zijn er klaar voor. Deze brug gaan we op, mensen. Mag niet met meer dan 5 personen op die brug, dat je het weet. We hebben onze fietsen ergens geparkeerd. We gaan even een wandeling doen van 2 kilometer, geloof ik. Hé, hey, als je van deze kant hier komt... Hier staat 5. Oh, hier is het vertaald met 10 personen, maar in Chinees staat 5. Nee, het was vroeger 10, ze hebben dit eroverheen geplakt. Oh, vroeger mocht je met 10, nu nog maar met 5. Toen was ik hier ingestort en dacht ik niet. Ja. In ieder geval, voordat we aan dit paadje begonnen, stond er dat we moesten uitkijken voor giftige slangen. Ja, en wespen. Dat staat hier overal, hè? Ja, maar het is toch wel spannend met de slangen. Oké, mensen, we lopen nu in een donkere tunnel. Hier stond zo dat hij 30 meter lang was. Ah, hier. En ja, hier, als je de bocht om bent, dan zie je alweer natuurlijk licht. Maar het is toch wel spannend, want er zijn lange slangen zijn. Oh, dit is toch niet 30 meter, what the fuck? Oh, dat is een blaadje. Zouden er nou nog meer komen? Nou, oké. Spannend zeg. En daar is de weg weer. Het regent. Ze zeggen dat dit de beste plek is om de kloof te bekijken. Ik ben het daar niet mee eens, want ik heb mooiere plekjes gezien. Maar goed. Ja, lekker aan het fietsen. Het gaat toch keihard als we naar beneden gaan. Ik vind het doodeng. Allemaal auto's en zo. En dat was een aap langs de kant, dus daar moet ik ook op letten. Dus let ik op auto's en op apen. Ook niet doodgaan. Allemaal niet tegelijk. Te veel naar de kant kijken, dan kijk je in de afgrond. En dan donder je eroverheen. Houd het waar, als je met je fiets tegenaan ramt, dan donder je in de afgrond. Maar het regent een beetje. Wat op zich wel lekker is, maar het is niet goed voor mijn camera. Dus, we gaan weer verder. Doeg. Het hier is. Het water is zo blauw. Terwijl we zo over een hele mooie brug gaan fietsen, dacht ik, het is tijd voor een Taiwanese weetje. Oké, de Taiwanese waarschuwen voor alles. In de bus. Staat er ook zo'n tekst van ja, als het een griep heerst, moet je een kapje dragen. En als je je een beetje verkouden voelt, je moet niezen, dan moet je... Oh, we mogen er niet overheen. Dan moet je in je mouw niezen, of in je zakdoek, maar niet in je hand. En op trappen, staat er soms zelfs onder 3 treden, watch your step, op trappen. Maar er staat heel vaak watch your step op de grond. Dan denk ik, als je het zo voor elkaar hebt gekregen dat je dat leest, dan kijk je al naar de grond. Dus dan zie je sowieso dat er iets gaat gebeuren. En zo waarschuwen ze eigenlijk voor alles. Heb jij nog voorbeelden, Jor? Ze waarschuwen overal voor giftige beesten. Oh, is dat ook, moet ik dat ook niet al te serieus nemen? Want dat nam ik wel heel serieus. Ik heb er nog nooit in. Ja. Ja, voor die wetten weet ik niet of het is. Maar ik heb hier nog nooit gevangen. Ze zijn er wel natuurlijk. Dat is ook een beetje onzin. Ja, ze waarschuwen voor heel veel. Ze waarschuwen voor alles hier. En en op de roltrap moet je oppassen dat bepaalde schoenen, dat die niet vast komen te zitten. Je moet oppassen dat je jurk niet vast komen te zitten. Ze leggen uit, stap rustig op en hou firmly de leuning vast. Ja, het is mooi land wat dat betreft. Oké, we zijn weer in ons eigen stadje. En we zijn op zoek naar een taxi, want we willen naar dat oogstfeest waar ik gisteren ook over heb verteld. Want ja, we willen dansen en eten, dat is wat wij willen. Naast elkaar, we willen eten. Maar
weten, dus we kunnen nergens vinden waar dat feest is. Gewoon niet. Bestaat gewoon niet. Dus we zoeken nu een taxi die ons erheen kan brengen. Ja, dat heeft tot nu toe ook nog niet zo heel veel succes. Maar bij het station zijn vast wel taxis. Ja, maar er zijn wel op internet allemaal dingen over het feest, wordt er allemaal verteld. Ja. Maar er staat nog geen... Het is geheime locatie. Waar het wordt gehouden ofzo. Ja. Ik heb frietjes! Kijk dan! Met een beker in een bekertje, met een bekertje ketchup erbij. En Johan heeft zoete aardappelfrietjes. Is ze lekker? Ja, de pruimvoerder ook. Jee! Frietjes! Ze hebben gewoon friet in Taiwan! En er zijn niet eens in de McDonald's! Gewoon op straat! Nou, mensen, het was een enig feest. En weet je nog dat ritje met de taxi, omdat we de weg niet wisten, meteen weg, zo ongeveer 5 minuten. Joren zei, nou, ik dacht dat we wel terug konden lopen. Ik geloof dat we nu bijna 1,5 uur aan het lopen zijn. We zijn ook een paar keer fout gelopen en zo. Ja, we zijn de hele andere kant op gelopen. Ja, we zijn een paar keer echt een goed fout. Maar nu zitten we goed, een paar keer de weg gevraagd. En we zijn bijna op een weg die Joren kent. Maar dan zijn we nog niet thuis, hè. We hebben eigenlijk ook nog niet genoeg avond gegeten. Ja, maar dat kunnen we vinden op hier. Inmiddels is het 9 uur. Kunnen we dan nog ergens eten om 9 uur? Pas wel. Pas wel. Altijd een plek. Dus lekker wandelen. Nooit. We zitten al op de, wat was het? 26.000 passen. Stappen vandaag. Ja, ik denk inmiddels al wel weer. Hoeveel nu? 27.500. 27.500 stappen! We gaan worden 30! Nou, we hebben uiteindelijk ons huis gevonden. Alles is goed gekomen en we hebben in de 31.000 stappen gezet vandaag. Dus dat hebben we super goed gedaan. Oké, verder hebben we de hele avond een beetje Friends gekeken. En nu is het tijd om te gaan slapen. En het is alweer het einde van de 7e Taiwan-vlog. Wat betekent dat we op de helft zijn. Super bizar. Morgen gaan we naar een nieuwe plek. Dat gaan jullie in de volgende vlog zien. Ik hoop dat jullie het gezellig vonden. Bedankt voor het kijken. En tot in de volgende vlog. Doei!